Welkom bij een nieuwe aflevering Sport Bij. Vandaag mag ik meedoen bij de Nijmeegse ijshockeyvereniging Radboud Seens. Blijkbaar komt er meer bij te kijken dan alleen maar schaatsen, dus wish me luck. Nou, een half uur later en volgens mij ben ik er klaar voor. Let's go! Schaatsen is belangrijk. Het is niet zo bruut als iedereen denkt. Het gaat heel veel meer om snelheid en om behendigheid, tactisch spel. Dus stel voor dat we je dadelijk eerst even gaan leren remmen. Wat wordt de volgende oefening? De volgende oefening wordt schaatsen met de puck. Schaatsen heb je goed door. Je kan vooruit, je kan achteruit, je kan remmen. Eigenlijk alles wat je nodig hebt. Nu gaan we het multitasken krijgen waar het een stukje pittiger wordt. Nou, ik sta nu denk ik 10 minuten op het ijs. Dit is echt een vermoeiende sport. Normaal ben ik alleen maar met schaatsen bezig, maar nu moet je zoveel tegelijk doen. Een stuk moeilijker dan ik dacht. Hoeveel tijd is er in een spel en wanneer win je? Je hebt 3 periodes van 20 minuten, zuivere speeltijd, dus na de fluit stopt de tijd. En dan is het eigenlijk gewoon, dus na 3 keer 20 minuten, dan is het klaar. De regels zijn zo eigenlijk neergezet zodat het moeilijke spel wordt wat leuker. Het maakt het leuker. Maakt ijshockey nou zo leuk? De snelheid trekt me en gewoon het harde hitten, checken, schieten. Ik vind het fantastisch. Je bent hier het enige meisje en de voorzitter van Radboud Seens, klopt dat? Ja, dat klopt. En hoe bevalt het? Bevalt me echt prima. Het is superleuk met de jongens. En kan je me wat meer vertellen over de vereniging? Want wanneer trainen jullie altijd? Wij trainen altijd op donderdagavond van 11:30 tot 11:45. En ja, het is een beetje laat, maar we hebben wel heel de baan voor onszelf dan. Oké, en hoe kan je lid worden? Je kan lid worden door een mailtje te sturen naar radboudseens@gmail.com of even onze site te bekijken, radboudseens.nl. Ik ben weer bijgekomen van mijn check en omgekleed. Het was super vet om hier een keer te mogen ijshockeyen. Wel echt heel erg moeilijk. Kan je nog niet ijshockeyen en wil je toch bij Radboud Seens? Begin dan met een sportcursus, want dat is wel echt noodzakelijk. Ik denk dat ik het dan maar alleen bij schaatsen hou.